allemaal en welkom terug. Mijn naam is Connie en we zitten hier in dag 31 nu. Zeg ik dat goed? Ik denk het wel. En jongens, we weten allemaal, het duurt niet zo heel erg lang meer voordat we gaan starten. En daarom begin ik even met dit beeldscherm nu op dit moment. Want zoals je ziet, zie je hier ook wel, dit is dus de totale advertentie die dagelijks gekeken wordt. En dat is nu 6341. Nou, iedereen weet nu, als je in Hashing at Space zit, dat bij 10.000 gaan we volledig starten. Dat wil zeggen, op het moment dat vandaag bijvoorbeeld de 10.000 behaald wordt, dan starten we de volgende dag. Dus dat is dan morgen. Maar in dit geval hebben we nog even te gaan, jongens. Dus wil je hier nog gratis in meedoen, dan kan dat nog. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren voordat we echt gaan starten. Want als de mensen heel actief blijven klikken op die advertenties en die worden toch wel veel bekeken, kan het ineens heel hard gaan en dan zitten we zo op de 10.000. Dus dat even nieuws voor jullie. Ben je hier voor het eerst, dan van harte welkom. We gaan even inloggen in mijn account, of course. En dan kunnen we eens kijken hoe ver ik ben. Nou, laten we alvast inloggen. Oh ja, ik wil nog één ding even zeggen tegen jullie. Want er zijn er een aantal die hebben toch wat problemen om een activatielink te krijgen. Nou, mocht het zo zijn dat je je registreert, hier beneden heb ik wel een link staan. En als je dat doet, dan kun je ook zien, dan staat er Invited by Connie. Dus let daarop als je je registreert en je wil bij mij in het team. Mocht het nou zo zijn dat je registreert, dan behoor je dus een e-mail te krijgen met een activatielink erin. Want je moet natuurlijk je account activeren. Mocht het nou zijn dat dat niet zo is, ga dan als eerste hier weer terug naar de loginpagina. En klik dan even op Recent Activation Link. En probeer op deze manier dan even opnieuw die activatielink in je e-mail te krijgen. Let er ook op dat je geen Bitbounce hebt, want als je dat geïnstalleerd hebt, dan krijg je sowieso helemaal geen e-mails. Dus hou er rekening mee, als je Bitbounce hebt, zet hem uit voordat je registreert. Want anders krijg je dus ook je e-mail niet binnen. Nog een tip is, gebruik alsjeblieft een Gmail account, want het is maar heel sporadisch dat het goed gaat met andere accounts. Maar ik weet dat Gmail over het algemeen goed is en deze activatielinks wel ontvangt. Het kan ook zijn dat hij in je spamfolder terechtkomt, dus let daar ook even op. Goed, nou, we gaan even inloggen. Dus ik klik even aan dat ik geen robot ben. En dan ga ik even inloggen. En dan moet ik natuurlijk ook hier weer even die 7 seconden wachten. Dat moeten we ook doen als we op die advertentie klikken. Nou, dan krijg je als eerste deze knop en dan ga je dus hier naar de dashboard. Nou, het kan eventjes wat langer duren. Ze zijn namelijk constant bezig met updates en het werken aan de site achter de schermen natuurlijk. Dus wees niet gealarmeerd als het wat langer duurt, oké? Goed, nou, we zijn in mijn back-office beland en we zitten nu in dag 31 alweer. En je ziet ook wel, dit is een snapshot van mijn account balance. Je ziet, ik heb inderdaad mijn ad minting heb ik al gedaan. Ik kijk er dus 2 per dag. Mocht je hier net beginnen, dan kijk je 1 advertentie per dag van 7 seconden. Dus wat doe je? Je registreert, je activeert, dan vul je even je profiel aan. En dan kun je ook gelijk daarna inloggen. En dan ga je hier rechtsboven naar Start Minting Ads. Heel veel mensen vragen, waar zit die knop? Nou, het is heel makkelijk. Hier rechtsbovenaan, die blauwe knop, dat is je Start Minting Ads. Nou, als je daarop klikt, krijg je even een advertentie te zien. En de timer die loopt dan af van 7 seconden. En dan klik je gewoon weer op Back om terug te gaan naar je back office daarna. En dan krijg je dus nadat deze timer is afgelopen, hè, want die loopt af, dan krijg je je beloning met Asimi tokens op je account balance erbij. En zo werkt dat. Goed, nou hiernaast zie je ook wel, is er een statistiek neergezet over de prijs. Staar daar niet op, jongens, want het kan nog wel eens zijn dat het niet klopt.
Dus dit zegt helemaal niks. Oké. Nou, je ziet ook wel, ik heb nu in totaal 122 referrals. En dan hebben we hier beneden mijn mintingstatistieken. Nou, je ziet ook wel, dat loopt ook langzaam op. Want in het begin was dat natuurlijk wat lager. En dat komt omdat dit stukje nu heel langzaam weggaat. Want hij staat op 30 dagen. Dus mijn efficiëntie wordt steeds hoger. En als ik op die 30 dagen zit vanaf deze grote, vanaf deze staaf, zeg maar even, zo gezegd, dan heb ik 100%. Dus dat is even hoe dit werkt. Nou, als we dan verder naar beneden gaan, dan zie je dus de advertentiestatistieken. Het is wel leuk om te weten dat als je nu nog start, voordat we dus echt van start gaan, want we zitten nu nog in de pre-launch, nu kun je nog gratis verdienen. Dus neem die kans en klik op die link en zorg dat je hierin zit. Want nu kun je nog gratis Asimis verkrijgen. En we weten nooit wat die straks waard gaat worden. Dus het kan zomaar zijn dat die prijs, hij staat nu gebaseerd op zo'n 50 cent per token. Maar hij kan zomaar omhoog gaan. En dan heb je toch weer even gratis die Asimis geklikt met die advertentie, hoe je dat doet. Dus, nou, wat krijg je er ook bij? Je krijgt 1000 views gratis om dus je. Nou, je andere bedrijf waar je in zit, die kun je dan promoten hier in Hashing at Space. En daardoor kun je ook cross-promoten. Dus als jij bijvoorbeeld in bedrijf XYZ zit en daar promoot je Hashing at Space. En in Hashing at Space, daar promoot je weer bedrijf XYZ. Dus dat is heel mooi, want zo krijg je dus van allebei de kanten bekijks op. Ja, op wat je doet. En je krijgt daar ook veel affiliates van. Dus, daar gaan we het ook even over hebben. Want die affiliate wil je natuurlijk ook even weten hoe het werkt. Ik krijg veel vragen over van waar is mijn affiliate link? Die kun je niet vinden. Dus daar hoef je niet naar te zoeken. Wat je wel moet doen is hier aan de linkerkant zie je Sales Affiliate Center. Als je daarop klikt, dan ga je even naar Affiliate Resources. En dan moet je even invullen welke naam je wil in je link. En daarbij even aangeven dat je een affiliate wil worden. Waarom is dat zo? Nou, dat is zo omdat nu zitten we nog in de pre-launch. En in de pre-launch kun je gratis een affiliate worden. Blijft dat dan gratis als we starten? Ja, dat wel. Start je pas als we dus echt van start gaan. Dan moet je wel een $30 eenmalig bedrag betalen om een affiliate te mogen zijn. Hou er heel goed rekening mee. Ik heb natuurlijk ook referrals onder mij. En ik ben wel een type die echt mijn leden ook helpt. Dus zorg dat als je een affiliate wil zijn, dat je dan ook de verantwoording neemt om deze mensen ook op weg te helpen in wat ze moeten doen. Dus probeer zoveel mogelijk hun een e-mail te sturen, contact te zoeken via Facebook of wat dan ook. Maar laat ze niet zomaar darren, want helaas zie ik dat heel vaak wel eens gebeuren. Dat er mensen dan op de Facebook komen en die vragen dan hoe moet dit en hoe moet dat. En dat zijn best wel basisdingen dat ik denk, oh, dat had eigenlijk jouw sponsor moeten zeggen. Dus wees ervan bewust, als je een affiliate wil worden, kun je meer verdienen. Uiteraard, als je veel mensen binnenhaalt. Het punt is wel, zorg ook voor die mensen in jouw team. Oké? Goed, nou dat was even informatie van dat. Nou, de transacties. We gaan even naar mijn wallet. En dan hoop ik niet dat ik eruit gegooid ben. Nee, nog niet. Hij logt zichzelf namelijk uit. Dus het is zo dat mocht je even vergeten, je loopt even weg en je gaat iets doen, dan hoef je niet bang te zijn dat er hier wat kan gebeuren. Want hij logt zichzelf uit. Dus dat is even informatie ook voor jullie. Goed, nou je ziet ook wel, dit is een current USD exchange value. Nou, dat is een ongeveer wat het waard is. Dit is nog steeds gebaseerd op die 50 cent per token. Dus staar niet hier op dit bedrag, want het kan wel eens of veel meer zijn of wel veel minder zijn. Dus tegen die tijd dat we starten, dan gaat die exchange natuurlijk. Die markt gaat natuurlijk zeggen wat die Assimis straks waard gaan worden. Want iedereen gaat ze natuurlijk kopen, verkopen. In zoverre omzetten naar Bitcoin of wat dan ook. Dus er wordt van alles mee gedaan. Waardoor die Assimi ook net zoals de Bitcoin
naar beneden en omhoog gaat. Dus het is altijd weer een verrassing wat het gaat worden, jongens. Goed, nou hieronder kun je ook wel zien dat ik dus elke dag keurig netjes op mijn advertentie heb geklikt. Dus denk erom dat je dat elke dag doet. En je ziet ook wel dat het gewoon elke dag keurig opgevuld wordt. Nou, wat ook opvalt is natuurlijk dat ik hier bijvoorbeeld 13 Asimi krijg. En hier op de 13e, en de 13e was gisteren, want je krijgt natuurlijk altijd van de vorige dag. Dan zie je ook wel dat het natuurlijk afloopt. Nou, dat is vrij normaal. En hoe komt dat? Nou, er komen steeds meer mensen in die pre-launch meedoen. En ook op die knop van die minting ads klikken. Kijken ook elke dag 7 seconden even die advertentie. Minten daarmee dus ook Asimi tokens. En hoe meer mensen er binnenkomen, hoe meer mensen dat doen, hoe meer die Asimi token verdeeld moet worden over al die leden nu in de pre-launch. Dus sta er niet aan van te kijken als die bedragen steeds wat lager gaan. Want dat betekent dat we groter groeien. En dat er dus veel meer verdeeld moet worden. En zo is dat dus in zijn werking. Wat ik ook even wil zeggen is, verwar dit niet met een RevShare. Want het is het niet. Het is absoluut geen RevShare. Het is zo, je moet natuurlijk wel een advertentie bekijken, maar dat is gelinkt aan die Asimi token, want die, ja, je moet het eigenlijk zien als mining. Het is meer mining als een RevShare, dus hou er rekening mee dat je dit niet als een affiliate verkoopt als een RevShare, want dat is het niet. Oké. Goed, nou even kijken, wat hebben we hier nog meer? Ik kan wel even naar mijn minting summary gaan, want dan zie je eigenlijk hetzelfde als hier. Laat ik je even gauw zien. Je ziet ook wel, het is vandaag de 14e van januari. En dan zie je dus ook dat hier 0 staat. Als er bij jou 0 staat, wees niet gealarmeerd. Want het is vrij normaal. Je krijgt dus inderdaad, als je vandaag op de link klikt, hè, op de knop klikt en je kijkt je advertentie, dan krijg je van de vorige dag betaald. Zo werkt dat. Goed, dus nou, je ziet ook wel, hier staat ook precies hetzelfde als wat er stond op mijn andere bij de wallet. Goed, nou, je kunt natuurlijk een minting pakket kopen. Als je hier naartoe gaat, dan zul je ook wel zien dat die heb ik dus al. En de meeste van jullie hebben die niet. En dat komt omdat ik de mogelijkheid heb gekregen van Luc om een pakket te kopen om uit te testen. Dus dat is even waarom dit is. Dus ik kan niet 1 advertentie per dag, maar 2 advertenties per dag kijken. Het is namelijk zo dat hoe meer minting pakketten je koopt, hoe meer advertenties je kunt kijken en dus ook hoe meer Asimi je kan minten. Hè? Nou, dit is een pakket. Er staat ook wel, het is er 1. En ik heb hem aangeschaft op de 20ste van december van vorig jaar. Klinkt heel stom, maar het is heel dichtbij. En dan hebben we hier de waarde. Nou, die is dus 200 Asimi geweest. Wat die gaat worden, weten we nog niet. Hè? Want het staat natuurlijk voor 200 te koop, maar je weet het nooit. Dan is hij voor 365 dagen geldig. Dus deze draait voor jou een heel jaar. Je ziet ook wel wanneer die afloopt. Dat is dus inderdaad 1 dag voor. En dan is het volgend jaar. Of dit jaar eigenlijk. Het is zo raar. Het is net januari. Maar oké, nou de pakket earnings. Hè, de verdiensten daarvan. Die zie je ook wel. Dit bedrag wat je hier ziet staan. Die 132 Asimis. Is apart van je gratis die je al doet. Als je net start, dan krijg je dus 1 gratis die je kunt doen. En dat is dus alleen nu in de pre-launch. Dus wees er snel bij en klik op die link. En zorg dat je meedoet. En ik zorg wel dat je weet waar je moet zijn en hoe je het moet doen. Maar nu is dat nog mogelijk. Dus, maar goed, dit zijn dus de aparte verdiensten alleen van het pakket. Dus dit zit niet bij de gratis in. En je ziet hier dat hij actief is. Nou jongens, voor de rest heb ik eigenlijk weinig. Het enige wat ik jullie nog wel even wil zeggen is hier bij Purchase Products. Als je gaat naar advertentieblokken. Want normaal zouden we dus niks kunnen kopen. Nou, wat je wel kan kopen is als je dus al wat gespaard hebt van de Asimis. Kun je alvast een advertentiepakket kopen. Dus dat kan wel. En ik kan het je ook wel laten zien. Want dat kun je dus zo zien. Even kijken. Laten we even gaan kijken bij transacties en dan ga je naar wallet. Ik ga het jullie gewoon laten zien dat het kan. Hier staat buy product. Nou,
Dat betekent dat je dus een product kan kopen. En dit zijn dus de producten, hè, links aan de linkerkant. Als ik hierop klik, dan gaat hij ook automatisch naar advertentiepakketten. Dit is ook het enige wat je nu kunt kopen als je dat zou willen. Dus niks verplicht natuurlijk. Maar heb je die 40 Acimi voor een pakketje te kopen? Nou, ben je iemand die inderdaad cross-promoot? Dan zou ik zeggen, neem daar gebruik van. Want dan kun je natuurlijk veel meer verdienen als je gaat cross-promoten met de andere bedrijven waar jij ook in bezig bent. Goed, nou, je kunt een adminter aanschaffen. Die is 40 Acimi. En nou, daar krijg je 1000 views voor. En nou, zoals je weet, als je nu gratis start en nu op de link klikt, krijg je er al 1000 gratis. Dus dan hoef je het nog niet aan te schaffen. Maar ben je er al doorheen en je zit er natuurlijk al wat langer in, dan kun je ze al wel aanschaffen. Dus dan weet je dat. Nou, de banner ad natuurlijk uiteraard. En de enige die je nog niet kan aanschaffen, dat is de login ad. Die gaat pas van start als we dus uit die pre-launch komen en we gaan echt starten. Dan komt deze vrij en dan is die ook voor verkoop mogelijk. Nou, de login ad zegt het al, hè. Als je inlogt, dan zag je ook wel, dan komt er een video nu in dit moment natuurlijk, omdat het natuurlijk nog niet gebruikt wordt. Maar dan zie je dus inderdaad advertentie waar je dus ook even 7 seconden naar moet kijken. En dat is dus je login ad. Dus als je die wil hebben, is het natuurlijk heel erg mooi. Want hoeveel mensen loggen er wel niet in per dag? En misschien wel 2 of 3 keer per dag. Dus dat is natuurlijk een hartstikke mooi iets om een login ad te kopen. Die is dus nog niet mogelijk. Maar de banner en de adminter kun je wel aanschaffen. Nou, we gaan even terug naar mijn dashboard voordat hij me er straks weer uitgooit. En dan is er natuurlijk een heel belangrijk iets. Hier beneden zie je ook wel het vraagteken. Nou, je weet, als je daarop klikt, dan kom je dus bij een video. En die video is gedaan door Luc Miller. Dat is onze eigenaar van Hashing at Space. En legt jou ook van voor tot achter in 51 minuten uit wat alles is. Wel bekijken. Ben je nieuw? Deze film bekijken. En niet halverwege stopzetten, weglopen en vergeten. Nee, neem even de tijd voor die 51 minuten. En zorg dat je hier even weet waar het allemaal over gaat. Dan heb je ook straks, mocht je een affiliate worden en je wil je mensen helpen, dan weet je ook precies hoe je dat moet doen. Goed. Nou, dat was hem jongens. Ik heb hem hier in ieder geval helemaal gehad. Wat ik nog wel even wil hebben, want normaal doe ik dat niet. Dan maak ik dus echt alleen een filmpje over Hashing at Space. In dit geval had ik zoiets van, nou, ik doe even Payout Pro erbij. Want zoals jullie weten zit ik daar ook in. Nou, deze is nu in constructie, om het maar even zo te zeggen. Ze zijn er druk mee bezig. Wees niet gealarmeerd mocht jij in Payout Pro zitten. Nou, dit is dus gewoon even nog niet mogelijk om erin te komen. En Drew, die houdt ons ook constant op de hoogte. Dus wil je daar dan meer over weten, kun je natuurlijk altijd even naar de Facebookgroep gaan van Payout Pro. En ja, nou goed, ik zit er ook in. Ik moet net zo goed wachten als jullie. Dus wees niet gealarmeerd mocht je hier ook in zitten. Wil je hierin meedoen? Weet je nog niet wat het is? Ik heb nog meer filmpjes erin staan in mijn YouTube kanaal. Zoek die even op. Ik heb ze allemaal wel bij elkaar staan. En nou, ga die even bekijken dan, want hier kan ik je nu niks laten zien. Wil je meedoen? Dan staat de link ook wel in de beschrijving. Dus zorg ook daar dat je ziet dat je onder mijn naam, onder Connie dus, je eigen inschrijft, mocht je dat willen doen. Niks is een verplichting, alles mag, dus gewoon kijken wat je wil. Nou, mijn Facebook, daar wil ik ook nog even naartoe gaan, want er zijn een heleboel mensen die willen wel contact met mij, maar die weten misschien helemaal niet hoe. Nou, je kunt mij vinden, mijn Facebooknaam is Daily's PD en je kunt me ook vinden onder mijn eigen naam, gewoon Connie Has. En ik zou zeggen, geef me een vriendschapsverzoek en geef me een berichtje. Mocht je bijvoorbeeld meedoen in een van deze twee programma's, laat even weten dat je dan in mijn team zit. Dan weet ik ook waar je vandaan komt. Het is wel handig, want ik krijg elke dag heel veel aanmeldingen van mensen.
En dan blijkt het dus ook mensen te zijn van Hashing at Space die zich aanmelden. Of van PL Pro die zich aanmelden. Maar dan ja, weet ik even niet wie het is. En dat is erg lastig om te weten. Dus ben je een nieuw teamlid? Geef me dan ook even gelijk een berichtje, een privéberichtje. En zeg me ook even dat je in mijn team bent gestapt. En dan regel ik de rest voor je. En dan bespreken we ook de rest even voor je. Dus dat even voor informatie over dat. Nou, dat was het eigenlijk wel, jongens. Ik laat het hierbij. Nou, Hashing at Space gaat nog steeds goed. Houd er rekening mee. Ze zijn constant aan het werk met dit programma. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want we zitten in de pre-launch. Dat betekent dat ze nog steeds in de testfase zitten. En alles in orde proberen te maken voordat we echt van start gaan. En daarom is dus nu ook alles gratis. Neem daar gebruik van, want hoe weinig wil je het hebben? Ik kan het niet minder maken dan niks. Dus, nou goed, laten we het daar verder niet meer over hebben, want nu weten we het wel. Ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal als je het leuk vindt. Klik op de link of klik op de bel. Wil je notificatie in je e-mail, dan krijg je die elke keer als ik een nieuwe video maak. Like met je thumbs up. En ik zou zeggen, een hele fijne dag gewenst. En ik hoop je de volgende keer weer te zien.